Hallo, welkom bij een vlogboek special en ik richt me in deze video op de grenzen van de literatuurlijst en in het bijzonder de young adults. Onlangs was ik op het Nederland Thriller Festival en dan mocht ik enkele young adult schrijfsters interviewen. En in gesprek met deze schrijfsters en met mensen van de uitgeverij moest ik weer nadenken over die lastige vraag omtrent de literatuurlijst. Want wat mag nu wel en wat mag nu niet op de lijst? Voor het antwoord op die vraag moet je eerst vaststellen wat literatuur is. En daar zit gelijk het probleem. Want literatuur valt niet goed te definiëren. Er is wel overeenstemming over dat het gelaagd en meer duidig is. Maar ja, daar vallen kinderboeken ook gewoon onder. Winnie de Pooh is daarbij een goed voorbeeld, want elk dier staat symbool voor een stoornis. Winnie de Pooh heeft zelf een eetstoornis, Knorretje heeft een angststoornis en Tijgertje is gewoon heel erg ADHD. De grenzen van de literatuurlijst zijn overigens niet bedoeld om boeken te kwalificeren, om te zeggen dit boek is goed en dit boek is slecht. Nee, die grenzen zijn bedoeld om jou te dwingen. En ja, ik weet het, dwang en lezen, dat is geen goede combinatie. Maar om jou te dwingen om boeken te lezen die complexer en minder toegankelijk zijn dan de boeken die je al kent. Je moet je literatuurlijst zien als een ontdekkingstocht en ja, helaas, sorry, daar horen ook teleurstellingen bij. Je moet cultuur snuiven en snuiven dat kriebelt, maar het kan ook verdomde pijn doen. Op sommige scholen mag je voor je lijst een young adult lezen en op sommige weer niet. Dat is niet logisch en zelfs een beetje oneerlijk, maar dat kan ik niet voor je veranderen. Young adult zijn sowieso een beetje een raar en niet bestaand genre, want het enige wat dit etiket young adult zegt is dat de hoofdpersoon een puber of jong volwassene is. En met terugwerkende kracht zouden de romans van Simon Vestdijk en Maarten het Hart ook gewoon young adult romans kunnen noemen. Wat mij betreft, zeker aan het begin van de vierde klas, moet het mogelijk zijn om een young adult te lezen voor je lijst. Maar het is niet de bedoeling dat heel je lijst vol met young adult staat, want dan ben je dus niet op die ontdekkingsreis geweest. Met dat in het achterhoofd bespreek ik kort 6 young adult romans van Nederlandse schrijfsters die ik onlangs heb gelezen. Margie Woodrow schreef met Kater een verhaal over een feestje dat volledig uit de hand loopt, waarbij spacecake, drank en geiten voor veel hilariteit zorgen, maar waarbij jaloezie uitmondt in de dood van een van de personages. Over hockeymeisjes die vreemd gaan. Moordspel van Sis Meijer gaat over een schoolreisje naar de Ardennen, waar Robin, een meisje, samen met haar klasgenoten een fictieve moord moeten oplossen. Ze wilde bij vraag nemen op een specifieke docent, omdat die ervoor heeft gezorgd dat haar broer niet mee mocht op dit schoolreizen. Maar dat loopt een beetje fout, want de docent verdwijnt en dat was nou ook weer niet de bedoeling. Dit boek moet je af en toe even ondersteboven houden om het te kunnen lezen. En dat is direct ook een hint bij het oplossen van deze whodunit. Nog een boek over schoolreizen, maar ditmaal in de sneeuw, is dat van Eva Burgers en het heet Sneeuwstorm. Het is een boek met een meervoudig vertelperspectief, oftewel je leest mee met verschillende personages. Het is best gezellig totdat een van de meisjes van de piste wordt geduwd en verdwijnt. Het is een boek met een dubbelgangermotief en met een hele knappe, maar best vervelende skileraar. Nog zo'n meervoudig vertelperspectief vind je in 2C van Mirjam Maus. Je weet wel, die van Boy 7. Een bom in de bus. Weer een schoolreisje, alleen deze club komt nooit aan op plaats van bestemming. Je komt steeds meer te weten over de personages en hun verleden en ze zouden allemaal wel die bom geplaatst kunnen hebben. Wie was het? En nog belangrijker, hoe komen ze van die bom af? Jennifer Melling zoekt het in gevaren zonder meer in de spirituele hoek. Haar hoofdpersoon Pip heeft geen goede relatie met haar moeder en ze wil snel het huis uit. Dat lukt, maar het huis dat ze vindt is nogal griezelig en er staat regelmatig een vaag figuur buiten. Na een avondje met vrienden, met drank, drugs en een ouija-bord heeft Pip het gevoel dat ze niet meer veilig is. Tot slot Marieke Nijkamp, or should I say Marieke Nijkamp, want haar boek 54 minuten verscheen oorspronkelijk in het Engels als This is Where It Ends en ze stond ermee enige tijd in de bestsellerlijst van de New York Times. En daar sta je niet zomaar. Dit is geen boek voor watjes. Na een toespraak van de rector in de aula van de school blijken de leerlingen te zijn opgesloten in die aula en is er een schutter aanwezig die docenten en leerlingen neerschiet. Je leeft 54 minuten mee met 4 personages die allemaal een link hebben met de dader. Goed, dat waren dus die 6 young adults. Oh, ik zie daar achter in de zaal heeft iemand een vraag. Ja, stel je vraag maar. Ja, ik vroeg mij af of 54 minuten eigenlijk wel op je lijst mag. Want het is oorspronkelijk in het Engels geschreven en het is daarna pas vertaald. Een hele goede vraag. Het hangt ervan af of je dit boek als Nederlandse literatuur ziet. Het is een Nederlandse schrijfster, maar ja, het is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Ik zou zeggen van wel, maar check van tevoren het even bij je docent, want anders heb ik het straks weer gedaan. Ga desnoods in discussie, maar dan zonder te schreeuwen en te dreigen. En anders lees je het boek gewoon voor je lol, want daar heb je geen toestemming voor nodig.